We hebben verschrikkelijk veel aanscholvers. En is het vooral de kunst om je goed te laten voeden? Ik zal altijd aangezien worden als het zusje van Jan Smit. Eigenlijk moet, maar goed, ik vraag altijd uitstellen. Ja, en dan zag je echt die haai wegzwemmen. Ik werd niet gevraagd voor film en televisie, zo eenvoudig is het. Welkom bij het gesprek uit de regio. We zijn vandaag in Amsterdam. Al zou je dat misschien niet zeggen, het lijkt je wel of we midden in de natuur zitten, op een soort camping hier. De komende 15 minuten praat ik met... Camping niet genoemd worden, nee. Hè? hoe zou je het noemen? Dit is een volkstuincomplex. Volkstuincomplex. Ja, ik praat hier natuurlijk met Nelly Vrijda. Iedereen kent haar nog als Ma Vlodder. En ja, dat is eigenlijk iets waar je volgens mij ook niet helemaal zo blij mee bent, toch? Dat is blijven hangen bij heel veel mensen. Alleen dat. Alleen dat is blijven hangen, ja. Bij veel mensen, hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die je kennen van heel veel andere rollen. In het theater, op televisie en films. Ja. Maar het grote publiek, ja, die ziet dan toch weer Ma Vlodder. Ja, dat is jammer, maar ja, ik bedoel op zich. Het is natuurlijk ook wel leuk dat iedereen daar zo van genoten heeft. Ja. Hi Jos. Hallo. Hallo. U bent hier ook eventjes een paar maanden hier... aan het wonen hier in de Volkstuin. Ja. Komen we hier. Ja. En dan komt u ook wel eens even. Komt u ook wel eens even op bezoek dan op de koffie bij Nelly? Nou, we praten over op de laan wel. Nelly komt er even bij. Maar we hebben een hele gezellige laan. Ja. Hele gezellige laan voor mensen betreft. Ja. Heel sociaal met elkaar. En jullie komen wel eens even af en toe even gewoon gezellig met elkaar kletsen hier. Ja, kletsen. Ja, absoluut. Dan kom je hier langs. Ja, maar wel kletsen. Oké. Okay, nou wij gaan ook even verder kletsen. We lopen hier even verder. Oké. Ja. Wel gezellig hier om hier zo'n paar maanden per jaar te wonen, of niet? Het is hartstikke gezellig. Het is een beetje de jaren 50 sfeer van Amsterdam. Het kan je gebeuren dat je dus loopt te sjouwen met iets zwaars en dat er iemand die nog ouder is dan jezelf roept. Hé, meisje, dat moet jij toch niet doen, dat doe ik wel even. En niet dan je tassen uit je hand drukt. Dat is... En dan hoor ik toch even de stem van Ma Vlodder ook eventjes. Ja, natuurlijk, dat is Amsterdams. Maar eigenlijk, het lijkt me toch ook inderdaad wel weer op zich heel leuk dat mensen je altijd toch weer kennen gewoon van die rol die veel indruk heeft gemaakt op heel veel mensen. Ja, dat is ook leuk natuurlijk, dat mensen daar zo blij mee zijn. Dat is ja, wel een eer. Ja. En complimenten natuurlijk. Mm-hmm. Hoe is dat? Het is voor mij verleden tijd. Ja. Maar hoe is dat destijds gegaan? Ze vroegen jou voor een casting en hoe ging dat in zijn werk toen? Ik weet niet eens of ik een casting gedaan heb eigenlijk. Mm-hmm. Geloof het niet. Ja. Nee, ik ben ervoor gevraagd volgens mij. Ja. Misschien hebben ze wel verschillende mensen gevraagd, hoor. Dat weet ik eigenlijk niet. En toen je die rol voor het eerst speelde, had je toen al door van dit is een rol die altijd blijft hangen bij de mensen waarschijnlijk? Nee, geen idee. Nee, wij waren absoluut niet ons bewust van het feit dat er iets gebeurde wat iedereen prachtig zou vinden. Nee. Als je nu die oude afleveringen van Vlodder terugkijkt, wat doet dat jou dan? Ik heb ze nog nooit gezien. Een hele enkele keer kom ik wel eens iets tegen op televisie. Hi Henk. Hallo. Heel enkele keer kom ik wel eens iets tegen op televisie omdat het continu herhaald wordt. Ja. Maar ik heb ze nooit echt bekeken. Nee, niet even thuis, eventjes op de video even kijken? Nee, nooit. Nee. En als je dan wel toevallig zo even voorbij ziet komen op televisie, dan neem ik aan dat je er toch wel trots op bent, gewoon dat je dit hebt gedaan. Sinds kort, als het dus zo vaak herhaald wordt, dan is het natuurlijk zo dat je het tegenkomt. En dan denk ik, dat is toch heel goed gespeeld. Maar dat is omdat ik nou veel meer afstand heb en dan kan ik dat ook veel beter beoordelen. Hoe heb je je destijds voorbereid op die rol van Ma Vlodder? Niet. Ja, niet. Ja, dat vind ik dan heel moeilijk om te zeggen. Je gaat wel nadenken over die figuur. En ik wou het wel graag toch een karakter hebben. Ja, natuurlijk. Zo heb ik natuurlijk wel gedaan. Ja. Ik kan me herinneren in die tijd dat het toen ook een beetje de opkomst was van de soapseries. Ik kan me herinneren dat jij op een gegeven moment een keer hebt gezegd van dat je daar helemaal niet zo blij mee was. Dat allemaal ongeschoolde acteurs aan het werk gingen terwijl er zoveel mensen van de toneelschool komen. Is niet waar? Nee, dat is dus een verkeerde interpretatie. Ik heb gezegd dat ik het niet netjes vind dat mensen die dus ongeschoold zijn voor de leeuwen worden gegooid. En dus ook vind ik het een gebrek aan respect voor het publiek. Want die moeten dus meemaken dat er mensen zijn die helemaal niet kunnen spelen. Dat langzamerhand leren, want iedereen kan leren spelen natuurlijk. En dan met meer of minder talent. Ja. En dat er mensen waren met eindexamen toneelschool
die werkeloos thuis zaten. Maar die waren duurder. Dus er werd gewoon onder de prijs gewerkt. En dat is waar ik me tegen verweerde. Kijk, ik vind het prima als iemand zonder school werkt. Maar laat die dan ook volledig betaald krijgen. Ja. Ik heb ook geen eindexamen toneelschool, dus dat is het punt niet. Maar je hebt destijds, je bent het begonnen toch, de toneelschool, toen als 17-jarige? 3 maanden opgezeten. Nou, dat was het. Hoe was dat in die tijd om daar naar de toneelschool te gaan? Was dat een bewuste keuze? Dat ik zo van, ik wil ook echt actrice worden of want 3 maanden? Ja, dan, ja, maar 3 maanden. Ik bedoel, de bedoeling was natuurlijk dat ik daar 3 jaar op zou zitten. Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee. Ben ik afgegooid wegens gebrek aan talent. Ja, maar hoe ging dat dan? Was er een leraar die zei van, Nelly, je hebt het gewoon niet in je? Na 3 maanden was er dus een soort, ja, zo'n kerstexamen of zo, weet ik veel. Een kerstrapport. En dan vielen er mensen af, dat was elk jaar zo. Nou, ik was er een die afviel. Ja. Maar je had niet zoiets van, hey, je begon niet aan jezelf te twijfelen toen? Jawel, natuurlijk. Ik heb überhaupt nooit gedacht dat ik goed was, dus dat, ja. Ja, dus, natuurlijk twijfel je dan, maar dat doe je je hele leven, volgens mij. Ja. Sowieso een heel moeilijk beroep, lijkt me, actrice, omdat je altijd wel ergens kritiek van mensen krijgt. Ook al heb je misschien talent, er zijn altijd wel mensen die je toch weer menen dat ze een bepaalde recensie moeten geven of wat dan ook. Ja, je krijgt altijd kritiek, ja. En soms is dat terecht. En soms denk je, nou, dat vind ik dus echt onzin. Ja. Maar in die tijd, hè, dat je toen zeg maar op die toneelschool zat, toen was je volgens mij een jaar of 17. Ik heb begrepen dat je toen ook eigenlijk van huis was weggelopen en dat je eigenlijk helemaal je eigen gang een beetje ging. Of is dat niet helemaal zo? Ik was toen nog niet van huis weggelopen, ik was later. Ja. Het was later. Je wou je eigen weg vinden in het leven? Ja. Ja, zo leuk was het niet thuis. Dus. Ja. Bovendien moest toch voor mezelf zorgen. Dus dan kan ik net zo goed op mijn kamer zitten. Je hebt ook gewerkt met mensen als Wim Kan en Toon Hermans. Hoe was dat om met die toch grootheden te werken? Dan sta je stijf van paniek dat je naast zo'n groot iemand staat. Ja, dat is heel spannend, zeg maar. Kijk, met Wim Kan was natuurlijk, die kwam na de pauze in zijn conferentie van 1 uur lang. En wij waren voor de pauze. Dus dat was helemaal een grote afstand. Maar met Toon Hermans moest ik een liefdescène doen in zijn film. Ja. Wat trouwens wel geestig was, want mijn man zat daarbij te kijken en de vrouw van Toon. Dus A, was ik al zenuwachtig dat ik niet wist of ik het wel goed deed. B, werd ik natuurlijk heel zenuwachtig van die spiedende blikken van niks fout ging. Ja. Ja. Dus je had wel af en toe wel dat je gewoon wat plankenkoorts had in die tijd, of nu ook nog wel? Af en toe, altijd. Ja? Altijd. Dat verdwijnt nooit bij... Nee, bij mij niet. Ik ken mensen die dat niet hebben, maar ik ken ook eigenlijk weinig mensen die het niet hebben. Wat heeft nou jouw voorkeur? Acteren voor televisie of film of theater? Want je doet eigenlijk vooral de laatste jaren weer heel veel theater. Ja, maar ik werd niet gevraagd voor film en televisie, zo eenvoudig is het. Omdat waarschijnlijk mijn gezicht te bekend is van die vlodder. Is dat een beetje het Zwiebertje-effect? Dat denk ik. Dat zou best kunnen. Het Zwiebertje-effect, dus dat mensen je zo vereenzelvigen met die rol, dat je ook niet meer geloofwaardig in een andere film zou kunnen acteren. Dat zijn wat producers denken. Ja, dat is wat producers gauw denken. En dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Maar is dat ook iets waar je dan nu als actrice rekening mee houdt? Als mensen met een bepaalde rol komen, dat je denkt van nou, ik wil niet weer vastzitten aan een bepaald personage. Waar sprake is van typecasting. Ja, ik heb wel een paar keer gehad dat er iets was wat heel Amsterdams was. Wat ik dus niet gedaan heb. Aan de andere kant, ik had dus bijvoorbeeld dolgraag in het schaap met 5 poten willen zitten. Want dat is wel zo leuk. Dus ja, ik weet het niet. Wat zou je dan nog heel graag eens een keer willen doen? Als we het hebben over acteren. Wat voor soort rol, wat voor soort film? Oh, dat is echt zo moeilijk om te zeggen. Ik had ooit Medea willen spelen. Maar daar ben ik nu veel te oud voor. En voor de rest is het eigenlijk
Ik vind het tegenwoordig belangrijker dat ik met leuke mensen werk en wat ik dan doe. Hoop ik maar dat ik dat goed doe en verder. Ja. Ik doe wat ik nog zou willen spelen, ik weet het niet. Het ziet er allemaal zo prachtig verzorgd uit, al die tuintjes hier. Nou, het kan beter hoor, in sommige gevallen. Maar meestal, mensen doen er wel hun best voor. Maar het is heel veel werk. Ze zeggen wel eens dat een volkstuin een werkhuis is. Hier zit mijn zoon. Even kijken of hij er is. Even kijken. Ik hoor in ieder geval wat stemmen hier. Er is wel iemand thuis. Ik zie er ook iemand. Net iemand die een douche neemt, geloof ik. Oh, hij zou wel onder de douche staan dan. Ja. Ja. Is hier een groot familie gebeuren op deze volkstuincomplex? Nou ja, er zitten hier heel veel families al bijvoorbeeld langer dan 50 jaar. Ja. Het bestaat 100 jaar ongeveer. Dus nee, 70 jaar geloof ik. Maar er is dus op een andere laan is de oma van de kinderen die hiernaast wonen. Zo. Dus ja. Ik heb hier een filmploeg. Altijd leuk, ja. Die spontane programma's. Even binnenvallen bij de mensen. Hallo. Hallo. Goeiedag. Ik kom net van onder de douche, of niet? Ja, hoe raad je het? Ik ben Jorrit. Michael. Hallo. Hallo. Dag, we komen eens even neus. Kijken. Huh? Dat is mijn neus waarschijnlijk. Jawel, daar iets om je neus. Het is wel gezellig als je hier met je moeder op hetzelfde volkstuincomplex even een bakkie komt doen zo. Even gezellig koffie met elkaar drinken natuurlijk. Precies. Ja. Zoals dat hoort op een volkstuin. Ja. Hoe vind je dat je moeder vroeger zo bekend was als Ma Flodder? In die serie Flodder. Keek je er vroeger natuurlijk naar elke aflevering? Nee, ik heb die films gezien, maar die serie heb ik eigenlijk nooit gezien. Nee? Nou, misschien wel eens tegengekomen, maar... Maar jij bent zelf ook behoorlijk druk met schrijven, geloof ik, hè? Ik ben met schrijven bezig, ja. Ja. Dus ik kijk niet zoveel televisie. Nee. Vind je hier nou veel inspiratie als je hier zo woont? Inspiratie? Voor je? Nee, maar het is wel lekker rustig. Dus ik kan gewoon werken. Je eerste boek heeft al een behoorlijke nominatie toegekregen voor de Librisprijs. Nee, dat was mijn tweede boek. Tweede boek al? Ja. Nu ben je bezig met je derde? Ik ben nu met het derde boek bezig, ja. En wanneer kunnen we die verwachten? Oh heer. Nou, de deadline is geloof ik anderhalve maand geleden. Ja. Dus, Je doet gewoon lekker rustig aan. Ik doe, het is af als het af is. Ja. Ondertussen werk ik gewoon door en ineens dan is het af. Schrijf je nog met echte pen en papier? Ik schrijf met echte pen en papier en met een echte computer. Dat doe ik allebei. Oké. Maar het zou mooi zijn als het boek eens een keer verfilmd wordt en dat je moeder misschien een van die rollen speelt in die film of zo. U weet geloof ik niet wat voor boek ik schrijf. En Nelly, onze 15 minuten zitten er inmiddels op. Ja. Ik heb nog even één vraag. Wat is nou eigenlijk jouw motto in je leven? Waar doe je het voor? Een echt motto heb ik niet. Ik probeer zo lief en zo aardig en zo goed mogelijk mens te zijn en verder. Ja, zou ik niet weten wat ik daar verder nog mee moet doen. Nou, maar dat is al heel wat. Goed en aardig, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, en sociaal me te gedragen, zou ik maar zeggen. Okay. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ja, okay. Nou, lang niet iedereen kent iedereen hoor. Okay. Ik ken ook een heleboel mensen niet. Maar ze kennen jou natuurlijk wel.